Welkom bij Digitale Duurzaamheid van de Nieuwe Wereld. Een serie in samenwerking met consultancybureau InOP, waarin we stilstaan bij de volhoudbaarheid en leefbaarheid van ons digitale universum. In deze aflevering willen we stilstaan bij digitale identiteit. Wat is dat, digitale identiteit? Wat is het belang om die identiteit te beschermen? Wie gaan daarover? Wat zijn de risico's? Wat zijn de kansen? Over deze en dergelijke vragen willen we het hier met elkaar aan tafel hebben. Met wederom deskundige gasten, met aan mijn linkerzijde Vincent Jansen, partner bij InOP. En aan mijn rechterzijde Jaap Henk Hoepman. Ik heb het goed gezegd. Check. Ja, jawel. Jaap Henk Hoepman, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit. Ja. Welkom, heren. Ja, digitale identiteit. We hebben nogal een heftig debat ook achter de rug afgelopen maanden rond het coronapaspoort, ja. De QR-code en waar we die allemaal voor zouden moeten gebruiken. Het ligt gevoelig, dus in het ene land ook niet helemaal op dezelfde manier gevoelig als in het andere land. Maar laten we eerst maar eens beginnen met digitale identiteit. Waar hebben we het precies over, Vincent? We hebben het onder andere over dingen als een QR-code. Maar als je een beetje in de voorbeeldensfeer blijft, dan is DigiD is ook een heel goed voorbeeld. En in principe wat je gebruikt om richting je bank in te loggen, dat heeft ook iets te maken met die digitale identiteit. Dus in de digitale wereld, online of op je mobiele telefoon, is het iets dat gegevens die jou beschrijven deelt met een dienst of iets dat je gaat gebruiken, waardoor je toegang krijgt tot die dienst, waardoor je die dienst kan gebruiken. En of dat nou bij de Belastingdienst inloggen of je belastingaangifte doen is, of met je QR-code zwaaien en voorheen een restaurant in mogen. Het zijn een beetje die dingen in ons leven die digitale identiteit mogelijk maken. Ja, en dan hebben we ook al bij Albert Heijn een klantenpas. Ja. Dat is ook een manier waarop ik digitaal geïdentificeerd word. Ja. Nou moet je daar nog je pas laten zien. Het is natuurlijk ook zo dat heel wat, laten we zeggen, van mij geïdentificeerd wordt zonder dat ik daar expliciet toestemming voor geef, toch? Of? Dat hangt er vanaf. Als je inderdaad online aan het surfen bent op het web, dan word je om de havenklap geïdentificeerd op basis van bijvoorbeeld de cookies die door de browser worden verzameld. Precies. En die dan al weten van, hey, dit is iemand die ik eerder gezien heb en die was destijds geïnteresseerd in dit en dit en dit. En dan krijg je op die manier bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbiedingen, gepersonaliseerde website of advertenties en dergelijke. Ja, ook dat gebeurt. Ja, en om aan te haken op wat Vincent zei, je kunt dus onderscheid maken als het gaat om wat is die identiteit. Nou, we kennen dat inderdaad in de fysieke wereld van paspoorten en dergelijke. En dan is de vraag van, dat wil je overzetten naar het digitale domein. Daar is dan DigiD voor bedacht, dat je het ook digitaal kunt aanmelden bij de overheid en op die manier kunt aantonen wie jij bent op basis van een burgerservice nummer. Maar dat gaat nu steeds verder in de zin van, er zijn ook andere eigenschappen, je leeftijd. Je kwalificaties, je diploma's, inderdaad je klantenpas, je visa-kaartnummer. En dat zijn allemaal zeg maar attributen, gegevens over jou, die je kunt koppelen aan een individu. En daarmee dus een onderdeel zijn van je identiteit. En dat verstaan we over het algemeen dan onder een digitale identiteit. Ja, nou is er natuurlijk de afgelopen jaren een enorme discussie geweest, ook over onder andere het gebruik van die cookies. Ja. Ik merk dat ik daar steeds zelf nog toch tamelijk achteloos in ben. Ik geloof het allemaal. Ik weet niet of je het herkent. Ik denk dat iedereen dat herkent. Of de merendeel dat herkent. Dat hangt natuurlijk ook samen met de architectuur waarin je beweegt. Ja. Dit is bijna een soort klassiek. Ja, moet ik toestemming geven of niet? Dat werkt toch niet helemaal lekker, vind ik. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat het afschuiven van het probleem op het individu die dan maar toestemming moet geven, dat is niet wat je wil. Omdat je komt op een website omdat je iets wil doen. Je wilt een nieuwsbericht lezen, je wilt iets kopen. Ja, natuurlijk zeg je oké, I accept. Ga maar door. Dat, zo werkt dat. En wat
het is wel ingewikkeld in deze discussie. Want je noemt dus inderdaad cookies en dergelijke als een vorm van impliciete identificatie die plaatsvindt. Ja. Dat is inderdaad zo. Ik denk dat het wel voor de discussie waar we het hier over hebben, als we het hebben over digitale identiteit, goed is om op een gegeven moment te zeggen van nou, die impliciete identificatie die ook plaatsvindt, dat is ook iets. Maar dat is een probleem op zich. Dat is een probleem op zich. Daar moeten we het hier misschien niet over hebben, omdat het hier heel specifiek gaat om situaties waarbij je expliciet op basis van iets wat lijkt op DigiD of iets wat lijkt op een digitaal paspoort expliciet aangeeft van ik wil nu iets over mezelf aantonen. Of ik word gevraagd om iets expliciet over mijzelf aan te tonen. Ja, nou ja, ik kan me ook voorstellen dat je het een ook niet helemaal los kunt zien van het ander. Omdat je kunt ook zeggen op het moment dat jij, laten we zeggen, zo'n digitale identiteit hebt, dat je ook weer beschermd wordt tegen een bepaald soort interventies. Dat je dat daar een laten we zeggen, een speelruimte aan verbonden is wat jij wel en niet toestaat rond die digitale identiteit. Als dat inderdaad zo geregeld wordt. Ja. En dat is natuurlijk wel een van de heikele punten waar we het hier over hebben, denk ik. Op het moment dat een digitale identiteit zo makkelijk te gebruiken is, dat die bijna zo makkelijk te gebruiken is als een cookie, zullen we maar zeggen, dan wordt het steeds aantrekkelijker en makkelijker voor bedrijven om op willekeurig moment te vragen van ja, jij zegt nou wel dat je 18 bent, of jij zegt nou wel dat jij Jaap en Koopman heet. Mm-hmm. Bewijs het maar eens, want het is een kwestie van scan QR-code, klik oké en het is gebeurd. En dan krijg je inderdaad dat je een risico krijgt van een soort vorm van over-identificatie, dat je constant altijd moet laten zien wie jij bent, wat je eigenschappen zijn. Terwijl we dat nu niet doen. Deels omdat we het niet willen, maar deels ook omdat het gewoon heel moeilijk is om dat online te doen. Dus laten we het daar eens over hebben. Dus ik geloof dat jij in Nederland geacht wordt wanneer je buiten de deur bevindt om een identiteitsbewijs bij te hebben. Dat geldt zeker niet voor mij. Ik word wel geacht. Ja. Dus je kunt je ook voorstellen dat je zo'n digitaal bewijs eigenlijk op een vergelijkbare manier laat functioneren als je paspoort. Ja. Hè? Dat is en als je dat doet, ik denk ook wat Jaap Henk zegt, dan heb je dat in je. Hè, dan is dat expliciet iets. Je hebt je paspoort, hè, dat staat niet op je hoofd getatoeëerd. Mm-hmm. Als je over straat gaat, maar dat heb je in je zak. En dat moet je dan bij je hebben. En dan kan je expliciete handeling mee doen door het te laten zien aan iemand op straat. Als je de digitale equivalent daarvan hebt, dan blijf je bij expliciet handelen met een digitale identiteit. Ja. Dat is iets wat jij onder je controle kan hebben, waar je zelf over kan beslissen. Ga ik dat delen of ga ik dat niet delen? En ik denk dat dat heel belangrijk is als basis. Anders glij je heel erg af naar dat impliciete domein waar het inderdaad nog veel rijkere cookies of zoiets worden, waar je de hele tijd maar per ongeluk nog veel rijkere dingen van jezelf aan het delen bent. Dus als je teruggaat, zou die digitale identiteit, dat zou iets moeten zijn wat jij kan beschermen, waar jij soeverein over kan zijn, dat hoor je veel. Zelfsoevereine identiteit, jij moet daar soeverein over kunnen zijn. Deel ik dat of niet? Ja, en dat is denk ik een belangrijk startpunt om vertrouwen ook te hebben. Hè? Als burger te zeggen van nou ja, ik wil zo'n rijkere identiteit ook hebben en die kunnen gebruiken. Ja, dat begint bij, ik kan hem ook beschermen. Ja, nou hadden we het al even over. Je zegt ja, DigiD hebben we al. Verschillende manieren bestaat er dus al zoiets als een. Waarom hebben we nog iets extra's nodig dan? Nou, in Nederland hebben we het BSN. Ja. En DigiD hangt aan het BSN. En daarmee is DigiD te gebruiken. Sterker nog, DigiD levert eigenlijk niets anders dan het BSN. En als je meer wil weten, dan moet je naar de gemeentelijke basisadministratie om dat BSN te ruilen voor meer informatie. Overal waar we in Nederland zeggen, daar mag het BSN niet gebruikt worden, kan je dus DigiD ook niet gebruiken. En dat is een keuze. Hè? Dus dat is maar kun je een voorbeeld geven? Voor wat zou je dat dan willen gebruiken? Waar zou het dan handig voor zijn? Nou, bijvoorbeeld, je kan met DigiD inloggen om je belastingaangifte te doen. Ja. De Belastingdienst heeft genoeg aan je BSN en zegt dan van, nou, mijn hele administratie is geordend op BSN, dus ik weet, hey, dat is ad. En dan kan ik de aangifte en dat soort dingen kan ik erbij halen. Datzelfde DigiD kan je niet bij de Albert Heijn gebruiken om aan te tonen dat je 18 plus bent als je wijn wil kopen.
En dat zou in theorie kunnen als je dus zegt van ja, we gaan dat bezig en dat gaan we ergens voor de Albert Heijn gaan we dat omwisselen voor een geboortedatum of een leeftijdindicatie. Mm-hmm. Dan zou dat kunnen werken. Maar wij zeggen gewoon in Nederland, nee, dat is voor het publieke domein of waar het zorg betreft of pensioen. Daar gebruiken we DigiD en voor de rest niks. En daarmee houdt het soort van wat de overheid faciliteert in Nederland op digitaal gebied, houdt op. Ja. Daar. Maar dat is een keuze. In andere landen maken ze andere keuze. Dan zeggen ze publiek-privaat kan prima van dezelfde middelen gebruik maken en mooi in elkaar overlopen. Dat zou je in Nederland ook kunnen doen. Maar dat ligt natuurlijk erg gevoelig. En dat is historie en hoe zijn we hier gekomen. Dat speelt allemaal mee. Maar het is nu voor het publieke en het semi-publieke domein. Ja, dus het, je hebt het hier in feite ook over het verknopen van verschillende functionaliteiten. Want ik vraag me dan eens ook even af wat er dan eigenlijk ontstaat. Hè? Dus op het moment dat jij bij de Albert Heijn kunt zien aan de hand van jouw digitale code, wat jouw leeftijd is. Mm-hmm. Dan heb je een functionaliteit die je gaat combineren met de belastingaangifte. Of een die misschien verbindt met rekeningrijden of zo. Ik probeer even. Ja. Maar weet je, vandaar ik. Dus wat gaat hier ontstaan? Dat is wel een goed punt. Vandaar ik eerder al zei van je kunt onderscheid maken tussen aan de ene kant echt de pure core identiteit, zeg maar burgerservice nummer. Ja. Daarvan is het op zich niet onredelijk om te zeggen, nou dat is een iets wat je eigenlijk alleen maar in het publieke domein moet gebruiken. Omdat alleen in het publieke domein je echt moet aantonen dat jij echt die persoon bent. Mm-hmm. Terwijl in de context van een Albert Heijn of iets dergelijks, het gaat niet om het feit dat jij Jaap en Koopman bent. Het gaat om het feit dat jij een bonuskaart hebt met een bepaald nummer. Dat is net zo goed dat je allerlei accounts hebt bij Spotify, bij weet ik niet wat. Daar gaat het helemaal niet om wie jij bent. Dit geval gaat het om een vraag rond handhaving. Hè? Dus ja. Ben je 18 en mag er alcohol aan jou worden? Ja, precies. Maar, zie je dus nu een transitie ontstaan van, we hebben niet alleen een identiteit, maar we hebben dus ook aan die identiteit gekoppelde attributen. Dus bijvoorbeeld leeftijd, die je wel buiten het publieke domein ook echt gevalideerd wil controleren. Ja. Dus bijvoorbeeld als jij leeftijdsgebonden materiaal, of dat nou films zijn of alcohol of iets dergelijks, nu kun je in Albert Heijn dat niet kopen, want dan moet je je paspoort laten zien, maar online kan het wel. Dat is natuurlijk een hele rare situatie. Dus je wilt uiteindelijk toe naar een systeem, ja, dat het ook mogelijk maakt ook om online die regels die we in het fysieke domein ook al hebben, om die af te dwingen. Dat snap ik. En daar kun je dit dus als platform voor gebruiken. Op het moment dat je zegt van we hebben een EID-infrastructuur die niet alleen identiteit, maar ook daaraan gekoppelde attributen gevalideerd kan gebruiken. Dus dat wil zeggen, je kunt ze aanvragen als individu en je kunt ze laten zien bij een dienstverlener. Dan heb je in die zin iets bereikt wat nuttig is. Alleen, het risico is dus dat op het moment dat zo'n platform er is, die functionaliteit er is, dat je die functionaliteit dus ook voor allerlei andere dingen kunt gebruiken. Waarbij dus ook het risico is dat die identiteit, die identificerende functie, ook plotseling in het private domein gebruikt wordt. Denk aan de discussies rondom het verminderen van het verspreiden van hate speech. Van, fake news. Misschien moeten we ook gewoon echte identiteiten gaan vragen op Facebook, Twitter en dergelijke. Want dan staat tenminste iemand achter de uitspraken die hij doet. Dan kunnen we handhaven en dergelijke. Maar dat was natuurlijk ook het sentiment rond het coronapaspoort. Ja. Voor je het weet worden er eigenlijk allerlei functies aangehangen. Precies. En eventueel zelfs een beloningssysteem of een strafsysteem. Ja. En dan zitten we al heel snel bij het sociaal kredietsysteem zoals ze dat in China optuigen. Want dan kan je ook zeggen, jij komt hier niet meer binnen. Ja, precies. Klopt. Jij moet meer gaan betalen voor bepaalde diensten. Ja, klopt. En dat is dus een risico. En we hebben het nog niet echt expliciet genoemd, maar er is dus nu Europese wet en regelgeving wordt ontwikkeld op basis van eerdere wet en regelgeving die het in ieder geval mogelijk maakte dat je je DigiD ook in het buitenland in theorie zou kunnen gebruiken. In de praktijk gebeurde dat erg weinig. En je ziet die wet en regelgeving, dus die
creëert eigenlijk dat platform. Dat wil zeggen, het faciliteert de basis waarop dan nationale overheden kunnen zeggen van, nou, we geven zo'n identiteit uit en die is dan ook meteen op die en die manier te gebruiken. Maar de commissie lijkt zich nog niet helemaal bewust van het risico van overidentificatie en overgebruik van die infrastructuur. Daar moeten we het over hebben, denk ik. Ja, precies. Nee, gaan we het ook zo nog eventjes over hebben. Er is bij de poll alweer gevraagd natuurlijk wat mensen ervan weten. Nou ja, ze hebben toch vooral ook gereageerd op die vraag van wat gebeurt er met uw data? Weet u of daar ook een identiteit wordt opgebouwd? Ja. Dus wat Big Tech onder andere aan het doen is natuurlijk. Ja. Dan zie je toch wel dat de helft van de mensen eigenlijk geen idee heeft wat daarbij gebeurt. En dat ook precies die helft zich ook dat bijzonder oncomfortabel bij voelt. Ja. Nou hadden we het net al over, ik zeg ja, we moeten niet die brede discussie voeren over al die cookies enzovoort. Ja. Maar ik denk wel dat wanneer je het wil hebben ook over de zin en onzin. We wel het in het perspectief moeten zien van wat er nu eigenlijk al gaande is en hoe we ons daar ook op een verstandige manier tegen zouden kunnen beschermen. Toch? Ja, ik bedoel, en wanneer je nu denkt aan een paspoort, dan is het evident dat het feit dat ik geïdentificeerd word in een nationaliteit geeft mij bepaalde plichten, maar geeft mij ook bepaalde rechten. Ja. Kan ik ook op die manier over rechten spreken wanneer ik zo'n, zo'n digitale identiteit heb? Dat andere partijen dus gehouden worden aan dingen. Dus bijvoorbeeld Big Tech, wat iets niet meer mag omdat ik me geïdentificeerd heb. Of kan ik toestemming geven van wat zij op basis van mijn identiteit, van wat zij nog met mijn data mogen doen? Wat voor... Kijk, dat laatste, hè, dat zou sowieso nu ook al het geval moeten zijn. Hè? Dus dat er een bepaalde mate van toestemming is om daarna dingen te kunnen doen voor jou of in de achtergrond. Of dat in de praktijk zo is, dat is even de vraag. Dat eerste, of je, hè, hoe meer je echt ad bent, hoe meer je dan beschermd zou raken. Nou, ja, ik heb een beetje moeite. Ik denk dat er misschien voorbeelden van zijn, maar dat... Het risico dat Jaap Henk noemt van groot. Overvragen, groot, het beschikbaar krijgen van dit soort infrastructuur op schaal en daar steeds rijkere identiteiten aan koppelen, dat alleen maar zeggen van ja, omdat de gebruiker toestemming kan geven, zit het wel goed met de bescherming? Eigenlijk een beetje als op oké klikken bij de cookies. Ja. Dat het grootste probleem is dat er aankomt, want... Als je niet gaat toezien op wie er wat gaat vragen, voor welk doel, in wat voor proces, waar alles op gericht is, om maar op ja te klikken. Zo'n wirwaar terecht. Ja. Ik denk dat het ook redelijk orthogonaal is, inderdaad, in die zin. Hè, van of er nou wel of niet zo'n duidelijke Europese elektronische identiteit is of niet. Dat zal de big tech bedrijven er niet van weerhouden om alsnog... allerlei gedetailleerde profielen rond die persoon op te bouwen. Omdat die identiteit die zegt niks over het feit of jij van katten houdt, van auto's houdt en waar je woont. Misschien dat nog net wel. Maar weet je, dus al die andere attributen, die extra attributen die juist voor die bedrijven interessant zijn, ja, die willen ze alsnog wel gaan verzamelen. Omdat jij die niet vrijwillig gaat geven of omdat het systeem ze niet heeft. Dus die twee dingen zijn in die zin orthogonaal aan elkaar. Dus of dat zo'n elektronische identiteit er is of niet. Die platformen, de big tech bedrijven, zullen die informatie alsnog wel gaan verzamelen. Ja. Met alleen maar extra risico dat het dan uiteindelijk wel te koppelen is aan één identiteit. Nou, we hebben dan deze tafel afgelopen jaren ook wel over gehad natuurlijk dat je... eigenlijk als gebruiker een bepaalde toestemming zou moeten geven over welke data je wil delen en welke niet. Ja. Dat is ook bij InOP een belangrijk thema. Ik kan me ook voorstellen dat je een functionaliteit inbouwt bij zo'n digitale identiteit, waarin ik van tevoren aangeef van nou ja, als ik ergens binnenkom en ik identificeer me, dan mogen ze dit van me weten. Ja. En dus dat het een onderdeel eigenlijk wordt van wat ik
En daarom had ik het ook ja. even over die rechten ja. en plichten. Ja. Van wat ik toesta en wat ja. ik niet toesta. Ja. Of is dat te ver gedacht? Nou nee, dat zou heel mooi zijn. Sterker nog, er zijn ooit wel eens hele simpele ideeën geweest rondom het zogenaamde do not track mechanisme. Dat ja. je gewoon in je browser kunt zeggen van één knopje van ik wil niet getrackt worden. Ja, nou ja, en dat is gewoon één signaal. Zo, ik wil dat wel, want ja. ook, maar dan wil ik ook goedkopere aanbiedingen krijgen. Maar dat heeft totaal gefaald. Want omdat het techbedrijven zoiets hadden, ja, maar dat gaan we niet doen. Dan gaan we gewoon niet naar het knopje, gaan we niet luisteren. Want dat willen we niet. Maar het is heel duidelijk dat die vraag naar digitale identiteit en ook wat nu toch de laatste jaren ook binnen Europa zichtbaar wordt, ja. dat we ons juist toenemende mate zorgen aan het maken zijn over, ja. Over dat big tech. Ja. Je had het net over dat binnen de Europese Unie dus plannen bestaan, of eigenlijk al ontwikkeling gaande is. Daar zou deze overweging toch ook een rol in kunnen spelen. Dat je zegt van ja, misschien wil big tech het niet meer, maar wij eisen het op een goed moment. Nou, voor een deel hebben we die eisen al in de AVG hè? En in de telecomwetgeving. Het vervelende is alleen dat het hebben van wet en regelgeving nog niet meteen betekent dat de bedrijven zich daaraan houden. Nee. Daar zit ook een handhavingstekort in en het feit dat veel van die bedrijven, ja, die zitten toch aan de andere kant van de oceaan, dus daar kom je toch al moeilijker bij. Ja. Dus nogmaals, ik denk dat zijn hele grote problemen. Ik denk ook dat op zich daar voor een deel rondom AVG, telecomwet en je hebt nu de nieuwe wetten rondom de Service Act en de Media Act, dat er nieuwe tools komen om daarop te gaan reguleren, te handhaven. Maar ja, het moet echt uiteindelijk in de handhavingspraktijk moet er verandering plaatsvinden. Dat gaat niet gekoppeld zijn aan zo'n elektronische identiteit, is mijn inschatting. Maar misschien... Ja, hoe kijk jij dan af? Ja, ik denk het ook. Hè. Er zijn wel dingen die je daarin zou kunnen doen. Dus precies de vraag van ja, wie mag nou wat vragen. Daar zijn ook, yeah. Er zijn ook oplossingen om te gaan organiseren met elkaar. Dat je daar iets van accreditatie van partijen die dat mogen vragen regelt. Hè. Om het voorbeeld van die coronapas maar weer aan te halen. Daar hebben we gezegd van nou, we issuen dat die pas. Maar we issuen ook gelijk een app waarmee iedereen in Nederland dat ding kan scannen en daar informatie uit kan halen. En in Europa is ongeveer hetzelfde gebeurd. Als je dat dan hebt, dan kan dus iedereen erbij en dan heb je dat risico op overvragen. Je kan ook zeggen van, nou ja, er is een soort van basisset van relatief misschien onbelangrijke gegevens waar iedereen naar zou kunnen vragen. Maar als het belangrijkere gegevens wordt, dan gaan we daarop toezien wie daarbij mag. En dat kan bij wijze van spreken ook voor alle gegevens. Aan de andere kant, en dat dacht ik dat je daarmee naartoe wilde met dat voorbeeld dat je net gaf. Je zou ook kunnen zeggen, van om nou ervoor te zorgen dat die consument of die gebruiker niet gek wordt van de hele dag maar op oké klikken. En dus die fatigue weer krijgt en dan maar tegen alles ja zegt. Kan je het ook inderdaad stukjes gaan automatiseren. Precies, hè? Als je zo'n soort partij bent. En koppelen aan die digitale identiteit. Als ik de Gal en Gal binnenloop, dan vind ik het niet erg dat mijn leeftijd of op de Gal en Gal website terechtkomt of soortgelijke categorieën. Dat het niet erg is dat ze daar gewoon al zien, oh, dit is iemand die 18 jaar of ouder is. Hè, dus allemaal om maar te zorgen dat die gebruiker alleen maar op het moment dat er belangrijke nieuwe beslissingen die expliciet genomen moeten worden, dat die neemt. Met de aandacht die daar dan bij hoort, maar allerlei dingen die soort van routine worden, dat die ook wat weggeautomatiseerd kunnen worden en dat ik daar geen last meer van heb. Maar dat is allemaal de gebruikservaring design die hier nog achteraan moet. Hè? Want die wet die zegt daar helemaal niet. Okay, in regels wel wat, maar die zat ik al precies aan te denken. Dat soort dingen zou kunnen, maar dat gaat echt aan lidstaten en onder lidstaten aan aanbieders van dit soort dingen overgelaten worden om daar een goed product van te maken. En dat moeten we nog maar zien. Precies, ja, dat is jammer, want inderdaad, ik denk dat wat jij zei, Vincent, heel belangrijk is om dat inderdaad te automatiseren en daar in zekere zin ook een bepaalde mate van vertrouwen en garanties aan de gebruikers te bieden. Van, ik weet gewoon zeker dat zo'n dienstverlener niet meer kan vragen dan hij nodig heeft, want dat wordt gewoon afgedwongen. Nu is het, is het in die regelgeving vrij zacht geformuleerd. Wat je eigenlijk zou willen is dat de regelgeving ook zeg maar zegt van, in de techniek wordt afgedwongen dat het niet kan.
En dan kun je vervolgens nog wel gaan praten over, overlaten aan de implementaties van hoe we dat gaan doen. Maar nu is de regelgeving er eigenlijk stil over. Daar zat ik eigenlijk en dat is jammer. Denken. Dat is gemis. Je zou ook een infrastructuur kunnen maken waarin je eigenlijk zowel, laten we zeggen, de consument als de producent, of die twee partijen, tegelijkertijd in de programmatuur als het ware opneemt. En van dit kan niet eens. Nee, precies. Exact. En dat gaat dus alleen maar werken, voornamelijk alleen maar werken binnen Europa, bij Europese dienstverleners. Wat buiten gebeurt, die zijn in principe niet aangesloten, maar die gaan dan op een andere manier misschien informatie wel weer vragen. Maar binnen het platform, het identiteitsplatform, kun je dat zo regelen, dat inderdaad de gebruiker beschermd wordt tegen de dienstverlener en andersom de dienstverlener ook tegen een gebruiker die probeert te doen alsof hij ouder is dan 18, terwijl hij dat niet is. Hè? Dus dat is in die zin aan beide kanten een... Nou hoor ik jullie eigenlijk in ieder geval in het eerste deel van het gesprek vooral wijzen op het overvragen en de risico's. Dat is natuurlijk ook door de jarenlange ervaring die wij inmiddels hebben. Je ziet dat zo'n technologie al heel snel het risico in zich draagt om zichzelf als het ware te prolifereren. Ja. Hè? Dus voor je het weet word je overstelpt met cookies, om het zo maar te noemen. Wat zouden ook de kansen kunnen zijn? Dus meer de positieve... Misschien nog even aan te... Anders moeten we misschien zeggen, joh, we beginnen er helemaal niet aan. Ja, er zijn denk ik best wel wat kansen om even aan te sluiten bij waar we het net over hadden. Stel, je regelt dit goed. Hè? Dus je regelt dat toegang tot het kunnen vragen, regel je goed. Dan regel je in het digitale domein iets dat je beter regelt dan in het fysieke domein. Van het paspoort kan ik niet... ik kan wel kiezen om het niet te delen, maar dat paspoort kan niet beschermd worden dat jij mij om mijn paspoort vraagt. Als ik in een hotel kom en iemand zegt, ik heb je paspoort nodig en ik moet er een kopietje van maken, dan kan ik of weer weggaan of dat maar toestaan. Op het moment dat je dus in de infrastructuur dit goed regelt en afschermt, dan heb je eigenlijk meer controle dan in het fysieke domein op die gegevens. Als gebruiker, in dit geval als burger. Het systeem beschermt jou tegen overvragen. Het is helemaal niet zo dat ik nou de hele dag om een paspoort gevraagd word, maar er is wel ruimte om te overvragen in het fysieke domein. Dan heb je eigenlijk dat digitaal het iets beter doet dan het fysieke domein. De grote kans is verder, maar dat is eigenlijk een algemene digitaliseringsvraag. Op het moment dat met goed vertrouwen voor consumenten en een goed gevoel van regie en niet moe worden van maar de hele tijd tegen onbenullige dingen ja hoeven zeggen. Als dat systeem er bestaat, dan is het vooral dat ik met vertrouwen in dat systeem rijkere identiteiten, betere interactie, makkelijkere digitale dienstverlening kan krijgen zonder dat daar de nadelen bij horen. Ik denk dat we maak het eens concreet. Ik probeer het. Wat we de laatste tijd gezien hebben, dat is ook een beetje waar wij natuurlijk vandaan komen. Vandaag de dag hoef je niet meer naar een bank om een bankrekening te openen. 10 jaar geleden was dat nog allemaal heel ingewikkeld. 20 jaar geleden was het onmogelijk. En zo zijn er gewoon steeds meer diensten waarvoor ik verzekeringen, alles wat ik maar wil afsluiten kan digitaal. Er zit nog een soort van ultieme natte droom dat we een huis kunnen kopen online, met een hypotheek krijgen en een notaris. En dat we het allemaal volledig betrouwbaar online kunnen doen. En in proefopstellingen weten we echt wel hoe dat moet. Maar dat op schaal in een Nederlands ecosysteem ook organiseren, dat is echt nog wel een uitdaging. Maar je bent stapjes aan het zetten daar naartoe. Door betrouwbare informatie die echt aan mij hangt, die ik zelf kan beheren en zelf expliciet over kan besluiten, dan ben je die beweging aan het zetten. En ondertussen kom je allerlei diensten waarvoor het... voor een bank, die had een groot belang. Ja, geld staat daar, we moeten internetbankieren en pinpassen hadden we allemaal nodig. En dat moet goed beschermd worden. Dus het is heel belangrijk om daar goede identiteit, goede beveiliging over op te tuigen. Dat er zo'n identiteit eigenlijk van dezelfde kwaliteit beschikbaar komt voor allerlei andere diensten, maakt ook allerlei diensten waar de business case, om het zo maar even te zeggen, helemaal niet zo groot was, stelt die in staat om ook stappen naar verdere digitalisering en dus toch gemak te maken. Je vroeg naar de kansen. Ik zie je ook moeilijk kijken. Hangen hier risico's aan? Natuurlijk. Kijk, punt 1, bij die bank kan het dus al. Dus het voorbeeld van waar we...
Dat gaat uitwaaien. Dat kan en dus en meer... ik probeer dus inderdaad dan te zien van oké, welk ander domein zou dan... En ik zeg het natuurlijk ook, omdat precies die discussie maatschappelijk toch vrij gevoelig ligt. Bij publiek en niet alleen een wantrouwen bestaat inmiddels ten aanzien van wat big tech doet, maar ook toch wat overheden eventueel kunnen doen. Ja. Dat was ook de hele discussie rond het coronapaspoort. Je wil dan zeggen, ja, als je zoiets aan het bouwen bent of wil regelen met elkaar, ja, dan wil je toch heel duidelijk ook voordelen. Ik heb ze nog niet gehoord, laat het maar even zo zeggen. Waar we het nu nodig hebben, daar gebruiken we wel iets. Mag ik daarop inhaken? Want een van de dingen die problematisch is dat je dus DigiD alleen maar in bepaalde domeinen kunt gebruiken. Ja. In allerlei andere situaties gedwongen wordt om bijvoorbeeld kopietjes paspoort op te sturen. Ja. Stel je wilt je inschrijven bij de KVK of je gaat een stichting openen. Of ook trouwens als je een bankrekening opent, dan moet je alsnog wel met een paspoort echt fysiek langskomen vaak. Je moet nog iets doen. Hangt van de bank af. Nee, maar goed, dus die stap van identiteitscontrole. En wat vervelend is... Sterker nog, die zaak toegenomen. Hè? Ja. Als je ziet waar je tegenwoordig allemaal voor met je paspoort moet identificeren. Een kopietje paspoort is een drama. Dus dat is heel veel. Dat is een drama, want dat is namelijk ook een risico. Want dat kopietje paspoort, ja, dat verdwijnt ergens. Of wordt die wel vernietigd? Je hebt geen idee. Maar het is uiteindelijk wel, juist ook omdat die steeds vaker gebruikt wordt als de belangrijkste stap om te bepalen of jij het bent, is het dus ook een steeds kritischer onderdeel van jouw eigen bescherming. Dus als het gaat om identiteitsfraude en dergelijke, is het feit dat we nu steeds meer gebruik maken van kopietje paspoort is een risico. En zou zo'n beter georganiseerde vorm van elektronische identiteit daartegen kunnen beschermen. Maar, ja, dat is waar. Dus dat zie ik als een heel specifiek voordeel. En het tweede voordeel, maar ook daarvoor geldt alleen als het goed geregeld is, is dat het uitgangspunt is om verder te gaan dan alleen maar identiteit. En dus ook andere attributen, bijvoorbeeld leeftijd en andere eigenschappen, te kunnen aantonen. Waarbij, en dat is nog niet zo erg expliciet gezegd hier, de privacy beschermd wordt. Namelijk, je kunt dan aantonen dat je ouder bent dan 18, of Nederlander bent, of weet ik veel. Woonachtig in Groningen bent en daarom mee mag doen met de gemeenteraadsverkiezingen, zonder dat jouw identiteit bekend wordt. Dus je kunt eigenschappen op een veilige manier aantonen. Jij weet zeker dat ik Groninger ben en ouder bent dan 18, maar je hebt geen idee wie ik ben. Je kunt het ook niet linken aan elkaar. Dus daar zit een systeem van volledige anonimiteit achter, die garandeert en jou dus als individu beschermt, jouw privacy beschermt. Ja, en puur op aard die functie dus afrekenen. Precies. Ja. En dat is een voordeel. Want dat geldt voor dingen als DigiD, zoals we dat nu hebben, dus heel duidelijk niet. Dus daar zitten de voordelen in. Met alle risico's die we al hebben besproken, maar je wou ook even voordelen horen. Dit zijn voordelen, Dixie. Het is belangrijk om het helder te krijgen. Ja, ja. Daar zit de voordeel. Precies die koppeling die jij nu maakt aan dat paspoort, maakt die voor mij niet heel inleefbaar wat dan eventueel een voordeel zou kunnen zijn. Precies. Tegelijkertijd heb ik ook het gevoel dat het vragen naar die paspoort natuurlijk ook mede voortkomt uit het feit dat er zoveel fraude is die te maken heeft met identiteitsverwisseling of identiteitsonduidelijkheid. Ja, ontwikkelt dit antwoord, hè? Of gaat daar niet zelf ook weer een nieuw risico in schuil dat er digitale gefraudeerd wordt rond digitale identiteiten? Tuurlijk, dat zal vast gebeuren. Ja, en dus is het heel belangrijk om die beveiliging goed op orde te hebben. Dan wordt het een oplossing die dan weer... Ik voel met je mee, hoor. Daar zitten zeker risico's aan. Dit is aan de hand en er zijn allerlei uitdagingen. Bij de overheid zijn er al uitdagingen als je kijkt naar het vaststellen van de uniciteit van de persoon. Heb ik een naam? Jaap Henk heeft een wat ingewikkeldere naam, maar ik heb dan een naam die best veel voorkomt. Als je niet terug kan grijpen op zoiets als een BSN, waar eigenlijk per definitie de ontdubbeling gedaan is... Ja. Dan zijn er allerlei problemen al met identiteit en overlap. Op het moment dat je alleen maar zou kijken naar van... hé, hier staat iemand voor me met een paspoort, daar is alles op afgeplakt. Ik zie alleen de pasfoto, dat ik kan zien dat het klopt. En ik zie 18+, ja, dan is het zwakke element daarin... is
ben ik wel goed genoeg in staat om die pasfoto te beoordelen? En is het niet zijn tweelingbroer maakt dat niet uit, maar is het niet iemand anders die wel net 18 is? Dus je houdt in, en dat is dan de meest eenvoudige vorm, maar gewoon natuurlijk zijn er ook nog dingen. Je kan devices stellen, wat er overdraagbaar is en zo. Daar hebben we een enorme fraude gezien. Je kan je van alles voorstellen. Bij al die dingen kan je ook bedenken van hoe kan je dat tegengaan. Dus het is, ik bedoel... Met die QR-code, daar had je van tevoren, of met achteraf in ieder geval, kan je bedenken van hoe hadden we dat anders kunnen doen. Ja. Dat blijft, maar er gaat fraude zijn op een manier. En dat kan iets als wat in goed Nederlands friendly fraud heet. Hè, dat wij samenspannen en dat Jaap Henk met allerlei attributen die ik heb zijn voordeel kan doen. Daar moeten we ook iets. Hè, daar moet je ook naar de risico's daarvan kijken. Mm-hmm. En zeggen dat ik niet in één keer claim dat ik assistent professor ergens ben. Terwijl ik dat helemaal niet ben. Alleen omdat het zo leuk is dat we dat anoniem kunnen delen. Associate. Sorry, ja. Nee, maar dus er zitten bij al die dingen zitten er weer risico's op fraude of ongewenste patronen waar je met elkaar moet kijken. Van, hoe gaan we dat dan afdekken? Maar als je het even terugbrengt, ik begon met de voordelen heel erg vanuit een soort van, het is eigenlijk meer van hetzelfde. Het is meer digitale dienstverlening op een betere manier, zonder, als je het goed ontwerpt, zonder daar allerlei nadelen van te ondervinden. Okay. Waar het nu, als je naar het alternatief kijkt ook, als je dit niet doet, dan gebeurt een hele hoop van die dienstverlening toch wel. Dan zijn er of hele zware papieren processen, of allerlei andere providers die daar bakken data over de schutting gooien. Dus er zijn allemaal plekken waar data van jou bijgehouden wordt, waar dat opgevraagd kan worden om met elkaar te matchen. Er zijn allerlei manieren waarop die dienstverlening toch wel tot stand komt met misschien minder aantrekkelijkere data-ophoping. En maar, is die digitale dat was natuurlijk ook de discussie zo even, want het hangt natuurlijk helemaal af hoe je dit systeem gaat ontwikkelen. Je kan dit helemaal verkeerd doen. Precies. Ja. En gaat dus die dataverzameling en identiteitsbepaling die nu door bijvoorbeeld Big Tech en andere partijen plaatsvindt, die komt niet ten einde op het moment dat wij via de Nederlandse overheid of Europa een digitale identiteit introduceren. Het maakt geen einde aan die praktijk op zichzelf. Nee, maar het maakt wel einde aan het gebruik van dat soort gegevens voor identificatie, waar we nu eigenlijk zo'n elektronische identiteit voor zouden willen gebruiken. Aha. Ja. Dat is volgens mij wat jij op doel vindt, Vincent. Ja, ja. Omdat er gewoon geen andere manier is. Precies. En dus maakt dat stukje aan de ene kant veiliger. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Dus wie maakt er gebruik van die data die dan nu, zo'n Nederlands digitaal paspoort dan zouden kunnen gebruiken? Nou, als het gaat volgens mij om leeftijdsverificatie, ik denk dat gokbedrijven en dergelijke, die worden geacht om op een manier te bepalen of jij ouder bent dan 18 voordat ze de dienst kunnen leveren. En dat gaan ze niet alleen maar doen door jou te vragen. Ze gaan eventueel kijken naar additionele informatie om dat te kunnen bepalen. Ja. Dus, weet je, dat is een heel specifiek voor bij Google of zo. Ik zou niet weten waar ze het precies van. Nee. Maar er zijn allerlei bedrijven, er zijn allerlei brokers waar je die informatie vandaan kunt halen. Okay, dus je kan zeggen ook eigenlijk vanuit een juridisch standpunt. Hè, jij bent ook verbonden, dacht ik ook. Ik ben aan de rechter. Ja, I'm not a lawyer, zeg ik altijd. Maar ik heb inderdaad wel een aanstelling bij een rechtenfaculteit. Check. Ja. Ja, precies. Dus ook vanuit een juridisch standpunt is natuurlijk ook de vraag wie moet hierover gaan? En ik denk dat wij vanuit in ieder geval het rechtsstatelijk denk het of vinden dat het de overheid die vaststelling van die identiteit toch als haar primaire taak. Precies. Een publieke zaak. Ja, en dat is ook wel een van, dat is misschien ook goed om te melden. Hè. Die Europese ontwikkeling die nu gaande is, heeft te maken met het feit dat je dus ziet dat Apple en Google allerlei wallet-applicaties zelf aan het ontwikkelen zijn. Waar Apple bijvoorbeeld al in Amerika rijbewijzen en identiteitskaarten op haar wallet-app uitgeeft. Waar coronapassen ook al in die wallet komen. En waar Europa dus bang is dat als zij niet zelf een eigen elektronische identiteit gaan maken, dat Apple en Google het wel voor hun gaan doen. En dan kom je dus op die vraag waar jij net uitkwam. Ja. Van maar is dat niet eigenlijk iets wat de overheid zou moeten doen? Ja, dus voor een deel doet de overheid dat nog wel. Alleen als het platform volledig onder controle is van Apple en Google, omdat uiteindelijk te gebruiken, maar heb je wel een probleem. Even weer voor mijn beeld, en ook voor de kijker, want de meesten zijn niet zo ver ingevoerd als jullie natuurlijk. Dus
Je zegt Apple en Google, die zijn bezig met een wallet, dus een soort kluisje waar je... Het is een app op je telefoon waar je dus al die verschillende stukjes informatie in kunt stoppen, kunt laten zien. En denk aan dingen als boarding passes of treinkaartjes of concertkaartjes. Hè. Die komen in zo'n app terecht. Die neem ik af van Apple. De wallet zit erbij. Precies. En ik zet gewoon mijn rijbewijs erin. En je identiteitskaart erin. En dan vervolgens kun je hem laten zien. Okay. Alleen dat gaat dan dus allemaal via de infrastructuur van Apple. Ja. En die bepaalt dus ook welke kaartjes er wel en niet inkomen. Ja. Ja. En dus de Europese Commissie ziet dat aankomen. Zegt van, nou, dat vinden we risico. Dat willen we voor zijn. Dus vandaar deze nieuwe regelgeving. En ik kom op een gegeven moment op internet. En ik ben bij een of andere provider. En die zegt, toon je Apple Wallet. Toon je leeftijd aan. Ja. En dan kan je dus... En dat zou dus met je Apple Wallet kunnen. En dan kan jij daar een kaartje eigenlijk uit die wallet kiezen. Ja, maar er is dus eigenlijk ook geen overheidsregie meer over wat er precies in die wallet is. Aan wie je dat mag geven. Aan is in de wie Verenigde Staten, Verenigde Staten natuurlijk allemaal het federale, juist de decentrale georganiseerd. Dus het zijn staten die samen met wallet providers, dus Apple, dan kijken van hoe kunnen we het rijbewijs digitaliseren en kijk eigenlijk naar Apple als een... dat is een handige, makkelijke manier, hoeft het niet allemaal zelf te doen. En dan kunnen we dat creëren. Nou, in Europa, je zou ook nog kunnen bedenken dat morgen iemand in Estland bedenkt van... dan gaan we ook met de Apple Wallet doen en dan werkt het ook allemaal. En wat is daar nou erg aan, dat Apple zo'n kluisje heeft? Nou, uiteindelijk, kijk, op het moment dat je dat... de hele tijd maar vanuit een positie kan doen dat je zegt... degene die daar eigenlijk over gaat, stelt daar de eisen aan... en heeft de controle over die infrastructuur... en kan ook weer de stekker eruit trekken. En niet iemand anders, dan is daar niet zoveel erg aan. Maar hoe meer dat, als dat allemaal bilateraaltjes van Europese lidstaten worden met Apple... dan komt er gewoon steeds meer macht bij Apple te liggen in zo'n situatie. En ik denk dat wat er... commissie nu aan het doen is in ieder geval zeggen van... wij willen het initiatief hierop hebben. Ja, wij willen bedenken hoe dit eruit moet zien, wat spelregels. Ja, precies. Dan definieer de spelregels. Maar je bent nog steeds wel afhankelijk van een smartphone als platform... en dus afhankelijk van Apple en Google om het uiteindelijk uit te voeren. En dus voor een deel hou je die afhankelijkheid wel. En we hebben daar niet echt een duidelijke oplossing voor, denk ik. Maar het is wel iets om echt goed over na te denken. Kijk naar de situatie nu in Rusland, waarbij Apple heeft gezegd... we sluiten de App Store voor Rusland. Dat ding werkt daar niet meer. Nou, stel je nou voor dat een Europese identity wallet in die App Store, een app in die App Store is, dan zou die en Apple zegt van we willen geen zaken doen meer met Europa, ben je plotseling je identiteit kwijt. Ja. Dan ligt wel alles op zijn gat. Ja. Dus daar moet je wel over nadenken. En dit zijn ook de overwegingen die bij de Europese Commissie spelen ook. Dat dit uiteindelijk zo'n... Het interessante is, die overwegingen zijn altijd een beetje impliciet. Want zij kunnen weer net niet opschrijven... we willen niet dat Apple en Google dit doen. Nee. Hè? Dus dat is allemaal één abstractieniveautje hoger. En dan gaat het over de Europese soevereiniteit. Ja. En dat doen we met betalen, dat doen we met clouddiensten... dat doen we nu met identity... zijn we bezig om te zorgen van in ieder geval hebben we ook stukjes die we gewoon echt alleen maar in Europa regelen en controleren waar we eigen zeggenschap over houden. Dan is het vervelend dat Nokia niet meer zo groot is dan het ooit was. En dat we dus helaas geen Europese device hebben waar dit allemaal op kan draaien, waar we ook controle over hebben. Ja. Dus het blijft Apple en Google. Ja. Ik weet ook wel dat in de discussies in Europa ook wel gepraat wordt over van misschien moeten we dan die core identities niet echt een app laten zijn in een telefoon, maar misschien moet het wel een smartcard zijn die we gewoon zelf uitgeven. En in feite, wat houdt dat in? Even weer. Dat is denk aan een OV-chipkaart. Dus dat is gewoon een pasje, net als een bankpasje, waar je dan eigenlijk de essentiële informatie opzet, die je dan gewoon altijd nog kunt gebruiken. Dat ding heb je gewoon fysiek in je handen, die is voor jou, die is... Ja. Daar heeft niet een derde partij in die zin direct controle over. Ja. En in zekere zin, het zit al, dat soort dingen, technologie zit al in ons paspoort en ons rijbewijs. Dus dat zou ook een soort middenweg kunnen zijn, waardoor je in ieder geval voor een deel die afhankelijkheid... Ja. Kijk, het begint hier wel heel concreet te worden. Als we denken aan bijvoorbeeld de toegankelijkheid ook van internet of YouTube.
Ja. Er zijn natuurlijk afgelopen jaar toch wel wat zaken voorgevallen. Ja. Met mensen die niet meer konden uitzenden of die een waarschuwing kregen. Ja. En die, je kunt je natuurlijk voorstellen dat je dan een toestand toegaat waarin een digitale identiteit een soort voorwaarde wordt om een bepaalde diensten gebruik te maken. Of bijvoorbeeld zoals hier op YouTube bepaalde uitzendingen te zetten. Ja. Die dan in een extreme situatie ook greep krijgen over of dat nog wel toegestaan is of niet. Dus, dat is een serieus probleem. Dus, dat is helemaal geen toekomstmuziek meer eigenlijk. Nee, maar dat hebben we toch ook in de financiële wereld ook al gezien. Hè? Dat bijvoorbeeld WikiLeaks niet gefinancierd kon worden. De creditcardbetalingen die me doorgingen, PayPal dat blokkeert. We zien dat nu weer richting Rusland. Op het moment dat je infrastructuur hebt. Nou ja, in Canada, wat net met die truckers is gebeurd. Ja, hetzelfde. Ja, de GoFundMe. Okay. Maar een stukje hiervan los je dus wel op. Hè. Kijk, op het moment dat het maar groot genoeg wordt en staten die gaan zeggen van we gaan dingen afknippen. Hè. Er blijft ergens macht en er blijft ergens iets ingeperkt kunnen worden. Want het is infrastructuur en we willen het ook kunnen controleren. Dus dan kan dat ook gebeuren. Een stuk van wat je noemt, zou dus in dat wel goed ontworpen versie van die infrastructuur, zou dus afgedekt kunnen worden doordat het gewoon niet gevraagd kan worden. He, dus wat jij zegt, het wordt maar overal gevraagd. Ja. Als wij zeggen van, nou, YouTube, dat vinden we eigenlijk niet de reden om. Misschien mag je dus wel die 18+ zien, want we willen weten wat voor content je gaat laten zien. Maar om nou meer te krijgen, zodat jij lekker kan beslissen wie er wel of niet iets mag posten, daar gaat die identiteit in ieder geval niet voor gebruikt. Precies. Dat zou je kunnen regelen. Ja. En daar moeten we hoop voor doen. Ja. En dat is nu nog niet helemaal duidelijk of dat gaat gebeuren. Maar als je het goed ontwerpt, dan kan je daar naartoe. Ja. Maar het is ook een dialoog. Hè? Want dan hebben we weer iets. En dan bedenkt iemand van, dit moet eigenlijk wel kunnen. En dan krijg je een ongewenst effect. En dan moet je daar weer op verder. Nou ja, de laatste jaren heb je natuurlijk steeds vaker die discussie rond ethics by design. Hè? Dus wat voor waarden implementeer je in het ontwerp van je infrastructuur? Ja. En je zou kunnen zeggen wat voor rechten verwerk je eigenlijk in je digitale infrastructuur. En het is denk ik bij de burger op dit moment zo dat die twee gevaren waarneemt. Ofwel een techpartij die veel meer weet en veel meer vermag dan je eigenlijk zou willen. Ja. Nou, de situatie waar wij toch enigszins in zitten. En we proberen voor een deel eigenlijk weer, je kan zeggen, iets van het land terug te veroveren. Ja. Hè? Op wat Big Tech heeft veroverd afgelopen decennia. Maar daarnaast is er natuurlijk ook een angst voor de macht van overheden. Zeker. Hè? Ja. Dat hebben we eigenlijk ook weer het afgelopen jaar toch heel duidelijk gezien. Die toch verregaand in kunnen grijpen. Dus je zou iets van grondrechten of zo gewaarborgd willen zien wanneer je het over dit soort identiteiten hebt. Dus wie gaat erover? Dus waar... Ja, waar... Het lastige is dat kun je niet in de technologie waarborgen. Dat kun je hooguit waarborgen in wet en regelgeving. Een hele duidelijke governance structuur daarbovenop te zeggen. Die zegt van, deze club bepaalt wat er wel mag en wat niet mag. Ja. Dan ben je dus afhankelijk van de controle op die governance structuur. En uiteindelijk ben je dan dus afhankelijk van een democratisch bestel, waarbij genoeg partijen ook genoeg begrip hebben van de complexiteit en de dynamiek in deze digitale wereld. Ja, ja, en daar schort het helaas wel een beetje aan. Hè. Dat maakt het ook deze discussies ingewikkeld. Want in het Nederlandse parlement zitten misschien een paar mensen die echt goed doorhebben hoe die technologie werkt. En die zich daar dus mee bemoeien. En er zijn er een aantal ambtenaren die dat goed begrijpen. Die zitten ook op die dossiers. Maar dat is wel een hele smalle basis. Daar zit ook een deel van het risico. Ja, ja. Als je nou kijkt, want dit is dus in Europa nu een hot topic. Ja. Wat gebeurt er? Waar is men mee bezig? Wat kunnen wij verwachten? Nou, wij echt als burger moeten nog even wachten op dat er iets nieuws komt. En of dat nieuws dan revolutionair anders is. Hè? Dat kan er zomaar uitzien als wat je al gewend bent dat DigiD is. Of wat je gewend bent dat je banken ongeveer doet. Dus
Het is ook vooral een soort van onder de motorkap beweging. Mm-hmm. En wat de commissie nu aan het doen is, die is onder de voorgenomen wetgeving aan het standaardiseren hoe zoiets moet werken, dat het ook over heel Europa goed werkt. Dus dat is een traject. En er zijn nu tenders uitgeschreven om tot pilots daarvoor te komen op redelijk korte termijn. Ik weet even de tijdlijn niet exact, maar binnen een aantal maanden moeten die pilots dan gaan starten. En dan zijn we dus ook bezig in Europa in ieder geval om ervaring op te doen met wat dan de voorgenomen oplossingsrichting is. Sommige mensen zeiden wel van ja, wat ze nu wilden met het coronapaspoort was eigenlijk een soort gebruik maken van de gelegenheid om voor een deel al die infrastructuur er doorheen te drukken. Ja. En het heeft, laat ik zo zeggen, bij, denk ik, verschillende landen of in ieder geval delen van de bevolking ook wel een soort argwaan in de hand gewerkt. Ik denk dat de als je puur kijkt naar de technologie, de infrastructuur die gebruikt is voor de coronapaspoort, heeft eigenlijk niks te maken met wat uiteindelijk een Europese EID zal zijn. Dus dat wordt een ander ding. Het is wel zo dat op het moment dat je zo'n Europese EID, elektronische identiteit, hebt, dan zou je zoiets als een coronapas daar heel makkelijk bij in kunnen stoppen als een van die attributen. Dus het is een platform waarmee je dat dus veel makkelijker doet. Dus het is wel een ik denk dat de commissie naast dus dat ze zagen van, we hebben Google en Apple, die trouwens ook op dat domein van de coronapas en de coronachecker ook een rol speelden waar niet iedereen heel erg blij van werd, gezegd, we moeten hier onze eigen weg in kiezen. En twee, we hadden iets nodig, vond men, om het kunnen controleren van gezondheidsstatus te doen. Dus laten we snel zoiets bouwen als een coronapas, dat is gebeurd. En toen hebben ze gezegd, dat is misschien ook een reden om te zeggen van, we hebben kennelijk zoiets nodig in de toekomst. Dus laten we die infrastructuur bouwen. En dan kun je nog wel een discussie hebben over de vraag van, moeten we dat willen of niet. Ja. Maar is dat gelijktijdig... Het is wel een stroomversnelling geweest. Het is wel heel duidelijk dat die verordening rondom de Europese identiteit, die kwam echt gewoon als een reactie eigenlijk op dat van, de coronapas, daar is het heel snel gegaan. Ja. En je ziet nu ook heel veel druk. Dat gaat ook heel snel nu het wetgevingsproces in. Mm-hmm. En je ziet ook heel veel, tenminste, ik hoor van mensen, dat er gewoon vanuit de industrie... hier wordt ook een duidelijke kans gezien. Dus er wordt ook heel veel gelobbyd van, wij hebben een volledige oplossing, wij hebben een product, het is al af, hier, koop het maar bij ons en heb je het. Die techniek die kopen ze in bij Europese bedrijven? Dus nu in die pilots kijken ze echt naar consortia, waar ze dus er moeten partijen zijn uit tenminste 3 lidstaten die dan samenwerken, om ook even dat cross-border aan te geven. En dat moeten dus mensen zijn die... En wat dienstverleners in het consortium hebben en wat aanbieders en nog wat partijen eromheen. En dan moet je samen zeggen van wij willen als consortium een pilot draaien. En dan zie je dus dat inderdaad meteen daar allerlei vendors van dit soort oplossingen opspringen. En zeggen van wij hebben het al. Dus wij gaan in ieder geval zo'n consortium proberen te vormen. Ja. Om zichtbaar in de Europese markt te krijgen van ons product dat voldoet en dat doet het. Ja. En dat is denk ik logisch gedrag. Als je kijkt naar hoe het echt straks geïmplementeerd gaat worden, dan ligt er weer vrij veel controle terug bij de lidstaat om zelf te kiezen wat ze... Weer voor mijn beeld. Hè. Dus je hebt enerzijds natuurlijk het regelgevingsniveau, anderzijds het technische niveau. Ja. Zijn die duidelijk onderscheiden? Die zijn duidelijk onderscheiden, gewoon alleen maar als je kijkt naar... Dat er gewoon een wet is de wettekst en dat er daarna, dus daar ligt de voorgenomen wetswijziging en daaronder zijn er allerlei werkgroepen waar je echt op een heel ander niveau en met een ander tempo, met een andere diepgang dan voor de coronapas, wordt er nu gezegd, we gaan een goed ontwerp voor digitale identiteit maken. En de vorige keer dat we hier zaten over de coronapas te praten, hebben we ook al gezegd van er gebeurt met die coronapas gebeurt iets. Wat een soort van, het moet nu even snel. En we hebben een paar principes die we willen waarborgen, maar dan houdt het ook wel op. Met de lessen die daar geleerd zijn, wordt wel iets gedaan. En er wordt wel echt, er wordt niet een soort van coronapas 1.1 gemaakt. We gaan naar een herontwerp van digitale identiteit voor Europa. Waar die coronapas ook mee gekund zou hebben.
als we daar de tijd voor hadden genomen om het zo te doen. Ik zeg het ook, omdat je ziet natuurlijk heel vaak dat wet en regelgeving uiteindelijk aan de technologie worden aangepast. Zo van, oh ja, we hebben dit, dus we moeten eigenlijk zorgen dat voldoende nu juridisch verankerd is. Ja. En daarmee zeg je ook dat die technologie vaak een soort dwingend karakter heeft. In de zin dat we hebben nou eenmaal dit is de standaard. Of je nou in Nederland er zo tegenaan kijkt, in België weer anders, in Italië en Frankrijk weer al, Oostenrijk weer anders. Dit is wat we hebben. Zit daar niet een druk tot uniformering in, waarin eigenlijk de verschillende verwachtingen die er bij lidstaten zijn, of die er bij delen van de bevolking bestaan, eigenlijk min of meer door die techniek worden weggevaagd? Nou, wat ik denk wel, dat het is natuurlijk wel altijd zo dat als je techniek wilt gebruiken en je wilt het in verschillende landen gebruiken, zul je iets moeten standaardiseren. Dus in die zin leidt technologie tot uniformiteit. Hè? Kijk maar bij wijze van spreken naar de 220 volt stekkers. Die worden uiteindelijk allemaal één soort stekker, want dat is makkelijker. Ja. Nou zit daar... Het gaat toch nog steeds wel een beetje, maar... Maar goed. Maar daar zit niet zo heel erg veel belang bij in culturele zin. Maar inderdaad, als het gaat om identiteit wel. Dus dat wordt nog wel heel spannend, inderdaad, van wat de standaard wordt. Maar dat is inderdaad een risico van technologie op zich, dat zo is. Ja, ook omdat je nu gewoon binnen Europa al zo'n verscheidenheid ziet. Klopt, dus het gemak waarmee ook een land als Oostenrijk, om maar even dat voorbeeld te nemen, toch met die QR-codes omgegaan. En hoe dat bij ons eigenlijk, Engeland zit niet meer bij de EU, maar we zien bij die Scandinavische landen ook eigenlijk toch meer sceptisch. Engeland is een heel goed voorbeeld. Daar is men heel kritisch op een nationale identiteitskaart überhaupt. Is er gewoon niet eens. Dus daar. Je ziet natuurlijk in Duitsland is daar ook een bepaalde weerstand tegen. Ja. Maar in Zweden inderdaad werkt het weer anders. Überhaupt het feit dat dit voorstel een soort Europees burgerservice-nummer gaat creëren, levert in Duitsland ontzettend veel problemen op. Want daar kan dat eigenlijk helemaal niet. Dus ook grondwettelijk niet. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar dat is wel een dingetje voor Duitsland. Het uniek identificeren van de Duitse burger is eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog is dat soort van eruit geschreven. Ja. Dus in de UK is dat... Ja, is dat nooit zo geweest, zeg maar. En is dat nooit als mandaat van de staat gezien om überhaupt zoiets te doen. Ja. Dus het is heel verschillend. En Frankrijk is daar weer een stuk makkelijker in. Ja. Daar heeft Napoleon gezien. Ja. Ja. Dus het is grappig, omdat die hele notie van bij Foucault van disciplinering heeft ook te maken met hoe je als overheid massa's op individueel niveau kunt disciplineren. Daarbij is dus het idee van dat je eigenlijk per persoon onafhankelijke informatie moet kunnen inwinnen en daar ook je prikkels op moet kunnen uitdelen. Ja, waarbij het leuke natuurlijk was dat het ging niet alleen om disciplineren, maar het ging juist ook om zorgen voor. Ja, dat is disciplinering. Dat is onder het mom van, het is goed voor jou. Oké, dat is een kwestie van hoe je daar tegenaan wil kijken. Ja. Maar dat vind ik super interessant, omdat dat inderdaad ten goede en ten kwade gebruikt kan worden. Ja. Is in deze discussie, en dat is wel grappig hoor, want dat hebben we ook intern wel discussies over. Van kijk, heel veel mensen vanuit een heel technisch perspectief hebben wel een behoorlijk... hebben een bepaalde vrijheidsdrang of zo, weet je? Dat op een of andere manier. Er zit een anarchistische trekje in, of soms een libertair trekje, als je net even de andere kant van het hoefijzer bent omgegaan, zeg maar. Maar we komen daar ook wel steeds meer achter dat een bepaalde vorm van paternalisme misschien ook niet verkeerd is. Om mensen te beschermen, dat ze zichzelf in de voet schieten. Als je het hebt over toestemming geven en dat soort dingen, dat werkt dus niet. Dus je moet iets anders gaan doen. Ja. Wij weten dat wat goed voor jou is, blijft ook een heel... En de vraag is wie dat wij dan moet zijn. Hè? Dat zijn die culturele verschillen dus. Dat is die, ja, maar, in Nederland is dat natuurlijk eigenlijk nooit de overheid geweest, maar was dat vroeger een zuilen.
Ja. Dan wist, ja? Dan wist nou, de kerk wel goed van waar jou was. Ja, die maakt geen dus, En bij, in Frankrijk was het inderdaad Parijs weet wat goed voor jou is. Precies, ja. Klopt, ja. Dus, ja. En dus dat... Dus en nu wordt... kan het ook Apple zijn. Ja. Dus waar we net nog over zijn. Hadden. Ja, want er zijn natuurlijk landen waar je liever... van wie moet nou de macht hebben? Er zijn landen waar je misschien beter kan hebben dat Apple het regelt dan de overheid. Ja. En wij zitten toevallig in de situatie dat we denken... nou, misschien iets meer bij de overheid. Maar dan zit je dus bij inderdaad de thematiek van Sociana Zuboff. Hè? Ook dat surveillance capitalism. Eigenlijk Foucault op de markt toegepast. Ja. Ja. Waarin we inderdaad nu zien dat natuurlijk die partijen dat in toenemende mate, dus die big tech partijen dat in toenemende mate in de hand krijgen. Ja. Maar hoe kijken jullie dus, want het lijkt me voor de praktische uitvoering toch wel een behoorlijk vraagstuk. Hè? Dus die culturele verschillen die je binnen Europa ziet, verschillende tradities ook rond wat een overheid vermag. Hoe schatten jullie die dynamiek in rond de ontwikkeling van zo'n EU-wallet, zo'n EU-kluis rond digitale identiteit? Ja, voor een deel is het infrastructuur. En daarbovenop heb je een paar dingen om die infrastructuur te laten werken. Zoals bijvoorbeeld zo'n Europees-achtige variant van zo'n burgerservice-nummer waar je gelijk de discussies hebt. Mm-hmm. En daarbovenop zitten natuurlijk weer heel veel toepassing en cultuur. En wat zijn we gewend te delen en allemaal dat soort dingen. Als je begint bij die infrastructuur, hè, we kunnen in Europa kunnen we allemaal naar elkaar bellen, we kunnen allemaal naar elkaar geld overmaken. En dat er dan iets komt waarmee we met elkaar dit soort gegevens kunnen uitwisselen, dat gaat wel goed en dat krijgen we aan elkaar gelijmd. Hoe we het gaan gebruiken, hè, discussies over wie mag er dan bij en wie niet en wat voor regels stellen we eraan, daar zitten natuurlijk veel meer, daar ga je in ieder geval die cultuurverschillen veel meer zien. En of je daar komt tot één uniforme set en... ook in welk tempo dan, dat is denk ik veel meer de vraag. Maar technisch, hè, dit is geen rocket science. We gaan, hè, dit gaat er kunnen zijn op een bepaalde manier. En dan gaat het ook zijn van, ja, hoe gaat het gebruiken? Maar moet ik dan zien dat je een soort, wat ze dan noemen, compatible... nee, dat is het niet eens, want het wordt door Europa ontwikkeld. Maar daarbinnen differentieer je op nationaal niveau dan. Dus wij plakken eventueel. Er de term, er komt interoperabiliteit. Ja, dus wat in Nederland bestaat, dat kan werken met Frankrijk. Hoe precies, dat zijn we nu aan het uitzoeken. Maar er blijft ook ruimte voor een lidstaat om een eigen invulling te hebben. Nou, en precies waar dat schuifje, of waar al die schuifjes bij elkaar opgesteld, waar die nou komen te staan, dat is nu onderwerp van gesprek. En met het risico dat je uiteindelijk met het systeem zit, dat net zo weinig gebruikt gaat worden als wat er nu ligt. En wat de reden was om ook die upgrade te doen. Ja, dat is Dus dan in de risico's, en we zijn er echt nog niet. Hè? Dus we gaan ook met die pilots gaan we ook zien van wat gebeurt er nou? Wat gaat er nou echt gebeuren? Waar denkt iedereen aan? Wat zou het ook hier weer het voordeel kunnen zijn om dat op, laten we zeggen, het aggregatieniveau van Europa te organiseren? Ja, daar ben ik sceptisch. In principe zijn de verhalen weer ongeveer hetzelfde voor de consument dan als waarom Europa een betaalmarkt zou moeten worden. Kijk, uiteindelijk als je het eenmaal hebt, zijn er allerlei voordelen die... die je eigenlijk niet kan becijferen aan de voorkant. Maar voor het individu in Nederland, hoe vaak log je in bij de gemeente Parijs? Dus dan zit je weer in de... Ja, het is handig dat u kan inloggen om uw vakantiehuisbelasting te zien. Ja. Nou ja. Dus voor de gemiddelde burger zijn het homeopathische volumes transacties die, die je buiten de grens gaat doen. Ja. En is het toch vooral een nationale oplossing eerst. Ja. Waar we alleen van tevoren dan met deze wetgeving borgen... dat we niet voor elke lidstaat een volledig eiland maakt wat niet naar buiten kan. Maar dat waar het een keer mogelijk of nuttig zou moeten zijn, dat het ook kan. Wat misschien bij de consument of de Europese burger dan kan spelen, is dat hij de indruk heeft, en dat wordt ook wel eens gezegd, dat dit misschien voor het Europese grootbedrijf heel gunstig is. Die grensoverschrijdend werken, maar misschien ook consumenten grensoverschrijdend kunnen benaderen. Vind je dat niet een reëel... Ik weet niet of we dat eraan gaan zien. Hè? Dus hoeveel mensen in Nederland weten nu dat ze met DigiD in kunnen loggen bij de Franse overheid? Hè? Dus, en dat zie je daar niet aan. Hè? Dus gaat het zo ervaren worden, hangt heel erg vanaf hoe ook de Nederlandse overheid het gaat positioneren en gaat uitleggen. Maar het kan ook een soort van bijvangst zijn als je toevallig nodig hebt dat je ziet dat het Europees bruikbaar is. Maar tot die tijd vooral denk van ik ben bij mijn Nederlandse bank, bij mijn eigen gemeente, bij de Nederlandse overheid, bij alle Nederlandse bedrijven, maar ik,
dingen bij doe, daar ben ik iets aan doen. Nee, en dat zie je ook heel duidelijk in het voorstel. Het is niet voor niets dat gezegd wordt dat iedere lidstaat zelf zijn eigen EID uitgeeft. Ja. Dus je gaat gewoon DigiD zien en misschien zit er dan een heel klein Europees vlaggetje op. Gewoon, dus goedgekeurd door de Europese Commissie. Nou, maar dat zit op je paspoort ook. Ja, precies. En daar heb ik ook van. Dus dat is in die zin, ja, ik denk dat het is vergelijkbaar met het Europees paspoort. En ik denk in die zin dat dat ook wel zo gepercipieerd wordt door de burger van oké, ik ben Nederlander. Ik heb een Europees paspoort, maar daarmee kan ik dus inderdaad heel Europa door. Nou, top. Mooi, klaar. Zou er ook nog een andere oplossing denkbaar zijn dan de Europese? Dat je zegt van, maar dan komt het gewoon bij Big Tech te liggen. Ja, dat lijkt me minder. Dat lijkt me minder. Of je laat echt de Europese Commissie een centraal systeem maken. En dat hebben we ook nog niet eerder gezien, dat nou een heel goed idee is. Nee. Dus ik denk hoe we georganiseerd zijn. Probeer het op Europees niveau samen te laten werken, maar vooral lidstaten ruimte geven om iets te maken wat zoveel mogelijk nog wel aansluit bij de cultuur en de gewoonten. Ja. En hoe ver zijn we daar wat de lidstaten betreft in? Ik bedoel, kunnen we hier in Nederland binnen nu en een jaar iets verwachten? Nou, ik denk dat het net een beetje krap is, maar twee jaar? Zit wel in de horizon van de huidige ambities. En dan krijgen pilots, bedoel je? DigiD Plus krijgen we dan. Zo zou het eruit kunnen zien. Het ligt ook in Nederland echt nog wel een vraag of er niet ook... of je dus niet alleen DigiD neerzet, maar dat dus aanbieders uit de markt zijn die onder overheidsaccreditatie dit soort dingen mogen aanbieden. Dat zouden... Nee, de banken die hebben vandaag een systeem, dat heet IDIN. Ja. Misschien dat ook geüpgraded wordt, maar waarschijnlijk zijn het dan in Nederland een paar dingen tegelijk. In andere landen zou het gewoon kunnen zijn dat het de nationale IDIN. En dan gaan we de discussie krijgen van wanneer mag dat waarvoor worden gevraagd. Ik hoop daarvoor. Dat moet van tevoren duidelijk zijn. En dat staat in de standaarden staan. Het staat op lijstjes, maar... Ja. Je gaf net ook aan dat de druk die erop zit en het tempo waarmee dit gebeurt... Ja. Met een aantal dingen zit er gewoon nog het gevaar in dat er dingen van lijstjes afvallen. Ja. Maar jij zegt zo even, er is eigenlijk te weinig expertise, ook in de Tweede Kamer zelf, om dat scherp te krijgen. Ja. Dat betekent dat we nu toch erg afhankelijk zijn van die technische ontwikkeling, waarbij we misschien... iets krijgen waarvan we later weer zeggen... ja, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Dat is een risico. Ik denk wel, ik heb wel ergens de indruk... maar ik weet niet of jij dat kunt bevestigen... dat op Europees niveau in ieder geval... de kennis van de technische aspecten... en de risico's die eraan zitten... wel meer aanwezig is dan op in Nederland in ieder geval. Dus, en omdat dit op Europees niveau nu wordt gestandaardiseerd... heb ik daar wel... enig vertrouwen in. Ik bedoel, ze zijn in ieder geval gevoelig voor de discussie. Er zit ook heel duidelijk goede aspecten überhaupt in die regelgeving. Het is in die zin een kwestie van goed even tunen en aanscherpen. En als je bepaalde kaders gewoon heel duidelijk stelt in die voorstellen die er nu liggen... dan heb je op die manier gegarandeerd dat welke technologische uitwerking er ook komt... dat uiteindelijk aan die kaders wordt voldaan en dat je de belangrijkste problemen hebt onderschept... Maar dat moet wel nog even gebeuren. Wat zie je dan als de belangrijkste risico's op dit moment? Nou, dus vooral het aspect van overauthenticatie. Dat dit systeem overal en nergens voor gebruikt kan en gaat worden. En dat het niet keihard wordt afgedwongen dat het niet kan. Ja. Dus dat is denk ik het allerbelangrijkste risico. Plus, daar heb ik het nog niet eens over gehad, risico's van afhankelijkheid van smartphone platformen. En ook de alle eieren in één basket. Hè? Van ja, weet je, als je nu alles op één digitale identiteit doet... Dus erbij spreken je huissleutel, je fietssleutel, je autosleutel, je bankpas, je andere bankpas, je creditcard. Als je je telefoon kwijt bent, ben je dus niemand, niks meer en je kunt niks meer. Dus, wat ook nog moet gebeuren is nadenken over de zogenaamde niet-happy flow. De happy flow, dat geloof ik wel. Maar alles wat fout gaat, daar moet je ook in wet en regelgeving aangeven wat er dan moet gebeuren. Dat je echt niks meer kunt. Ja, en denk ook aan al die mensen die... Ik doe ook dingen voor mijn moeder, die heeft ook gezegd, ik ga dat niet meer aanraken, dat digitale spul. Ja. Maar er zijn zoveel mensen die dat niet kunnen, die raken op deze manier nog verder van de maatschappij af, want de maatschappij is digitaal. Ja, dat zijn ook nog wel bruggen die gebouwd moeten worden. Ja, ja, dus die bescherming tegen die over authenticatie. Ja. Dus en dat lijkt me een heel reële. Dat zien we vandaag en met allerlei andere oplossingen. En dat moet je hier goed regelen. Ja. Ja. Nee, want ik denk ook dat daar de burger natuurlijk bang voor is. Ik bedoel, als het op je telefoon zit en je loopt door de straat en bij wijze van spreken, bij iedere stap die je zet.
wordt dat ding geactiveerd. Ja. Dan kom je echt wel in een soort surveillance. Ja, klopt. Ja, dus dat wil je zeker niet. Controlemaatschappij. Dat wil je zeker niet. Nee. En dat is dus een kwestie van heel tijdig. Dat moet gewoon in de wet en regelgeving zelf staan. Van oké, dat is niet de bedoeling, dat kan niet. Dat gaan we in technische maatregelen afdwingen. We gaan natuurlijk naar die wereld toe van de Internet of Things. Ja. Waarin natuurlijk alles met elkaar verbonden is. Ja, ja. Je kunt ook voorstellen dat je inderdaad van camera's tot en met lampen en ja, wat het ook maar mag zijn. Dat alles gaat communiceren met jouw telefoon. Nou, dat gebeurt al. Ja, nee, precies. Ja. En jouw watch weet al dat jouw telefoon van jou is en dat die watch bij die telefoon hoort. Nee, dus daar vindt al een impliciete vorm van identificatie plaats. Ja. Daar zijn allerlei goede redenen voor, maar ja, dat is al zo. En daar moet je ook over nadenken. Check. Ja, ja. Oké. Okay. Goed, volgens mij hebben we de belangrijkste thema's aan de orde gesteld. Hè? Denk het ook. Ja, volgens mij ook. Dank jullie hartelijk voor je komst. Tijdens deze mooie vrijdagmiddag. Yes. En dat is dan toch nog gewoon de werkelijke fysieke wereld. Hè? Ja. En waar je altijd naar terug kan. Heerlijk. Waar je altijd naar terug kan. Dus laten we daarvan genieten. Ja. Hey, dankjewel. Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van De Nieuwe Wereld wilt blijven volgen, abonneer je dan op ons kanaal.